beginfase van een project wordt er vaak gestart met een curtain wall als kozijn. Maar op een gegeven moment voldoet de curtain wall eigenlijk niet meer aan de eisen die je stelt voor een kozijn. Met onze smart scan kunt u een curtain wall inwisselen voor een echt kozijn. Replace with window. Ik kies de gewenste window. Bijvoorbeeld een simpele. En drukt OK. Nu is dit alleen nog maar een wandsparing. In de properties van de wandsparing kan ik natuurlijk van alles en nog wat instellen. Ook wat voor soort samenstelling ik wil. Nu is dit nog een samenstelling leeg. Ik kan hier een andere samenstelling gaan kiezen, maar ik heb nog niet de goede samenstelling welke ik eigenlijk wil en die ga ik nu maken. Met onze kozijnconfigurator. De kozijnconfigurator is eigenlijk gewoon een detailbeeld, een detailview, waarin allerlei 2D componenten staan. Ik begin met het plaatsen van een frame. Het frame geef ik een afmeting mee welke ik wil. Bijvoorbeeld 3 meter bij 3 meter. Het frame bepaalt eigenlijk wat voor soort kozijn het gaat worden. Of het een houten kozijn gaat worden of aluminium. Of dat het een, ja, wat voor onderdelen gebruikt worden staan dus eigenlijk in de properties van het frame. Vervolgens ga ik de frame omtrek tekenen met gewoon eigenlijk detaillijnen. Allereerst de buitenomtrek. Gewoon een rechthoek van hier naar hier. En ik ga mijn tussenstijlen aangeven. Bijvoorbeeld, ik wil hier eentje. Ik wil hier bijvoorbeeld één. Misschien hier nog eentje. Ik kan dit natuurlijk ook gelijkmatig gaan verdelen als ik dat zou willen. En dit vind ik wel een goed frame. Nu vervolgens de vlakvullingen. Daarvoor heb ik gewoon een aantal detailcomponenten. En die kan ik gewoon kiezen en die gebruiken. Bijvoorbeeld glas, doe ik hier bovenin. Een dubbele deur. Bijvoorbeeld hier. En misschien een draaikiepraam. Hier. De vlakvullingen hebben ook instellingen en deze instellingen kunnen gewijzigd worden. Wil ik bijvoorbeeld een ventilatierooster of een draairichting of een andere glasdikte, dan kan het allemaal ingesteld worden. Nu selecteer ik het hele verhaal en ga ik naar mijn Smart Window doorbeelden. Nu kies ik Create Assembly. Het kozijn is gemaakt en ik geef hem een naam. Bijvoorbeeld merk AA. Oké. Het kozijn wordt opgeslagen in een directory en tevens wordt het kozijn geladen in het project. Ik ga terug naar mijn 3D beeld, kies mijn wandsparing en plaats mijn gewenste kozijn erin. Merk AA, 3 meter bij 3 meter. Oké.
Wilt u meer informatie over Smart Refit? Ga dan naar onze website www.smartrefit.com.